Een omvangrijke waterleidingbrug zaterdagavond in Rotterdam. De hulpdiensten werden daar verzocht aan de Sinclair Lewisplaats voor een melding van wateroverlast. Ter plaatse werd daar geconstateerd dat er een waterleiding was gebroken voor een flat al daar. Bij deze lekkage kwam een zeer grote hoeveelheid water vrij, waardoor het parkeerterrein voor het flat deels onder water liep. Daar stonden ook weer de nodige auto's geparkeerd, waarvan er tientallen tot boven de onderzijde van de portieren in het water stonden. De firma Evides wist de lekkage te verhelpen. Echter, toen was het nog de taak om het overtollige water zien weg te krijgen. De brandweer deed dat door middel van het openen van een aantal rioolputten. Nadat het water ver genoeg was weggelopen, rest voor de eigenaren van de auto's nog de schade te gaan opmaken. Twee sleepwagens van de politie die stonden standby om eventueel nog voertuigen te kunnen verplaatsen. Dit bleek niet meer nodig. Evides zal er ook verder voor zorg dragen dat het lek in de waterleiding weer wordt gerepareerd en dat de watertoevoer naar de naastgelegen seniorenflat weer wordt hersteld.